En hallo mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij Pokémon Silver. We gaan weer verder. Vorige aflevering waren we op zoek naar Sabrina, want die hebben de aflevering daarvoor gedaan. Op zoek naar Misty. Misty was er niet, dus ik denk, nou dan gaan we even naar een andere plek toe waar ze had kunnen, waar ze had moeten zijn. Daar was ze dus niet. Dus ik vraag me af waar ze is. Goed, wat we nu eerst even gaan doen is hier de Power Plant. Nou, niet hier, maar een stuk verderop. Daar gaan we eerst even heen. En ja, dan gaan we dus even kijken en vragen en doen voor hulp. Of mensen nog hulp nodig hebben. Weet je, een powerplant is eigenlijk best wel belangrijk. Zonder stroom is er niks. Geen telefoon, geen internet, geen computer. Eigenlijk helemaal niks. Gewoon, ja, elektriciteit is nu natuurlijk heel belangrijk. Dus wij gaan vragen of wij, ja, of we ze kunnen helpen. Of ze hulp nodig hebben. En ja, ik wil ze natuurlijk wel hulp geven. Of ik wil, ik wil ze gewoon helpen. Klaar. Goed. Mogen we eerst even al die trainers hier gaan verslaan? Nou, dat vind ik op zich geen probleem. Ik bedoel, dat geeft mij toch wel weer wat XP. En toch wel weer een hoger level. En toch wel weer kans op nog een keer een goede overwinning in de Pokémon League. En weet je, ja. Het geeft mij toch wel wat zekerheid. Vind ik zelf. Oké. Maar goed, we doen eerst cut. Hak eerst even zijn kop eraf en zijn staart en zijn ledematen. En hak er gewoon in stukjes zodat de barbecue kan. En wel een elektrische barbecue, hè. Dus ja, het is wel goed voor het milieu. Kijk, en daar heb je natuurlijk. Kijk, en daar heb je dus ook de powerplant voor nodig. Voor een elektrische barbecue. Goed. Wie ben jij? Wat doe jij? Wat moet jij van mij? En wat heb jij voor mij? Een Golduck. Tegen mijn Weeping Bell. Nou, dat lijkt mij eigenlijk vrij makkelijk. Kijk, oh. Golduck is echt serieus bijna dood. Kon je dat kleine tikkie er niet nog even bij nemen? Dat had mij namelijk even wat schade gescheeld. Goed, dan hak ik je koppen wel af. Wat heb je nog meer voor mij? Een Sandslash. Je maakt het met Weeping Bell wel erg makkelijk, vind je niet? Oh, moet ik wel een goede aanval doen. Ah, goed, maakt niet uit. Heeft hij in ieder geval een beurt langer gehad om zich te bedenken. Misschien had hij wel weg willen gaan. Dat had mij namelijk ook veel gekost. Nou, of kunnen schelen eigenlijk. Goed, Kepardine. Die zag toch wel behoorlijk gevaarlijk, inderdaad. Ik kan best gevaarlijk zijn als ik mijn Pokémon erbij ben. Dat kan. Waarom kan ik niet gewoon wat aantal trainers skippen? Waarom niet? Goed, we gaan eens even kijken wat wij kunnen doen. Tegenover Hiker Tim. Een Graveler. Level 31, oké. We gaan eens even kijken hoe ver Weeping Bell nu in dit gevecht naar voren komt. Ik moet zeggen, Weeping Bell levelt best snel. En daar ben ik wel heel blij mee. Dus we gaan eens even kijken hoe snel Weeping Bell eigenlijk level 100 wordt. Ik ga dat niet allemaal levelen tot level 100. Dat zou ook echt niet nodig zijn. En anders zou ik, als het echt nodig zou zijn, zou ik het allemaal wel offscreen levelen hoor. Daar niet van, maar. Maar tot die tijd hoeft het niet. Ga ik het ook echt niet doen. Nee. Ben ik niet van plan. Ik zou hoogstens tot level 70 gaan levelen als dat kan. Oh, we hebben een Slam. Oh, dat is fijn. Alleen, Slam ben ik geen voorstander van. Die mist vaak. En, ja, weet je, ik kan het niet wisselen. Want ik heb bijvoorbeeld een Sleep Powder en Poison Powder. Dat vind ik belangrijk. En een Grasaanval vind ik ook belangrijk. En Cut, dat kan ik vanaf nu, hier gezien, kan ik hem niet wisselen. Anders had ik dat misschien gedaan. Afhankelijk. Maar goed, ik denk dat ik aan Hak meer heb dan aan Slam. Skiploom. Zou op zich wel een goede Pokémon kunnen worden. Als je een beetje weet hoe je ermee om moet gaan. Ja, de meesten weten dat niet. Dus die hebben dat ook niet.
En nog een skipbloem. Nou, weet je, we gaan gewoon nog een keer met hak aan de gang. Kijk, hier. Verdediging is echt ja, waardeloos. Om maar even een beetje netjes te houden. Goed, hier naar boven. En dan met het water naar beneden. En we zien wel hoe ver wij komen. Wat wil jij nou weer? Oh, fans. Oh, hij wil vechten. Ja, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Vind je het erg als ik een andere keer terugkom? Vind je het erg? Ja? Want ik zit namelijk heel erg anders. Een Goldeen. Meen je deze? Wacht, heb ik nog wat repels? Ik zou namelijk nog wel wat repels moeten hebben. Oh, Max repels. Ik keek even verkeerd. Goed, Max repels. Dat zijn er genoeg. Volgens mij kon je hier een Electabuzz vangen. Op dit stuk. Oké. Even kijken. Powerplant had been abandoned in the past. Ja. Kijk, en hier hebben ze het over de Magnetrain. En ze missen hier een onderdeel van een... ja, van een trein. Of, sorry. Een onderdeel van de... van de generator. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk om die terug te geven. Dus we gaan even kijken of wij kunnen helpen. Oké. Okay. Dit is een woord van Cerulean. Het schijnt zo te zijn dat een shady ja, character, een beetje een schaduw persoon, zeg maar, ja, die schijnen zeg maar dat ding gevonden te hebben. Nou, wat we gaan doen, is naar Cerulean City. Het heeft mij een hele tijd geduurd ooit om te weten waar het ding nou ligt. Nou kijk, hier hebben ze het over de shady character. I'm very busy, no time for talking with you. Not good for me if seen by somebody. Oh no, you see me already. I make big mistake. Hey you, forget you see me, okay? You see here? No, nothing. Bye. Bye kid, nothing. Bye bye, a go-go. What? What? Oké, okay, goed. Wat je hier moet doen... is... nou weet ik alleen niet in welk stuk dat is. Hier. Found a machine part. Hij heeft dus die machine part daar in het water gegooid. Dus je kan hem niet eerder pakken. Wat je nou gaat doen, is in principe weer terug naar, ja, in principe gewoon weer terug naar de powerplant en hem daar inleveren. En dan krijg je dus een Zap Cannon. Nou, Zap Cannon is dus een stroomaanval, wat op zich best sterk is, alleen dan, volgens mij, dezelfde stats als, of dezelfde accuracy als Thunder. Dus je hebt er in principe geen reet aan. Misschien dat ik hem wel ga gebruiken op, Ampharos. Dan kan ik in plaats van, weet ik wat, Thundershock doen of zo. Lijkt me trouwens wel wat om mijn Ampharos ook weer eens een keer een nieuwe stroomaanval te geven. Want die krijgt amper stroomaanvallen terug. Die krijgt echt amper wat. Dus oké, ik denk inderdaad wel dat ik dat maar ga doen. Ik ga voor de zekerheid deze even gebruiken. Maar goed, als het goed is kunnen we dus vanaf de volgende aflevering Misty uitdagen. Als het goed is, dat zoeken we nog even op. En dan ja, gaan we dat natuurlijk volgende aflevering doen. Zodat wij weer verder kunnen op ons avontuur. Goed, dan moeten we deze als goeds inleveren bij hem. Hier, beneden. En dan krijgen we een Zap Cannon voor terug. Ja, yeah, that's the missing part. Oké, okay, dankjewel. TM07 is Zap Cannon. Yay! Is mijn Zap Cannon. It's not what anyone would consider accurate, but... ja, dat is wat ik de mensen heb uitgelegd. Dankjewel. Goed, volgende aflevering ga ik hopelijk tegen Misty vechten. Dus ik hoop dat jullie het van genoten hebben. Willen jullie meer Pokémon zien, vergeet dan niet te abonneren. En op het groene duimpje te klikken. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering terug. Hopelijk voor Misty's neus.